dat ziet er gewoon prima uit. Dit programma laat zien wat je kunt doen om langer thuis te blijven wonen als je ouder bent. In de verbouw volgen we iedere week meneer Vogel en familie Stoker, die hun huis laten aanpassen voor later. Meneer Vogel woont al ruim 40 jaar in deze straat en in dit huis. Met veel plezier. Maar nu wordt hij wat ouder en verhuizen wil hij niet. We gaan eens kijken wat voor plannen hij heeft. Er gaat bij u verbouwd worden. Ja. We hebben er heel lang over nagedacht wat we zullen gaan doen. Je kan ook zeggen, ik ga hier verhuizen en zet de tent te koop. Maar je kan ook zeggen van, ik ga bijbouwen. Omdat ik dan alles hier gelijk vloers heb. Het is hier een rustige buurt. En ik kan hier goed met de mensen rond me heen. Kan ik goed overweg. Kunt u dat proces beschrijven? Welke stappen je allemaal zet? Ja, je moet eens kijken of het mogelijk is. Ja. En dan moet er een aannemer bij komen en die moet dan zeggen of het mogelijk is. Die financiën moeten er ook rondkomen natuurlijk. Ja. Daar zijn we nu mee bezig. We zijn sowieso wel aan het googlen geweest om te kijken waar we informatie vandaan kunnen halen. Want je hebt natuurlijk niet alleen eisen aan de inrichting als je bijvoorbeeld met de WMO te maken hebt. Maar ook eisen aan de grootte van een gebouw of je wel of niet een bouwvergunning moet aanvragen en dat soort zaken. Toen op een gegeven moment kwamen we dus via de gemeente Borne, kwam ik erachter van lang zal u wonen. En dat die dus een website hadden en daar heb ik dus naar gekeken. Dat daar dus bepaalde tips op konden staan van welke aanpassingen je eventueel kon doen. In je woning, waar je dus zelf eigenlijk helemaal niet bij stilstaat. Ja, als bouwkundig adviseur kan ik de mensen adviseren over het langer zelfstandig kunnen blijven wonen in de huidige woning. En dat kan zijn dat men een kleine aanpassing doet in een bestaande woning. Of dat de woning vergroot wordt middels een aanpassing van zijn slaapkamer of badkamer op de begane grond. Hier zijn toch geen jonge gezinnen mee bezig? Of moeten wij ons hier allemaal bewust van worden nu? Ja, eigenlijk zouden we dat allemaal moeten doen. Ja, iedereen heeft zoiets van hoe die nu woont, woon ik geschikt. Maar dat is maar de vraag, zeker naar de toekomst toe. Want de verzorgingstehuizen, de bejaardentehuizen, straks zijn ze er niet meer. Dus je zult de oplossing in de huidige woning moeten vinden. We zijn hier bij het huis van de familie Stoker, hier achter mij. En zij hebben grote plannen om te gaan verbouwen. Wat ze precies willen, wat hun wensen zijn en hoe ze het gaan aanpakken. Ik ben benieuwd. Waar komt het idee vandaan eigenlijk? Hoe zijn jullie erop gekomen om te gaan verbouwen? Het is in deze tijd is het best moeilijk om je huis te verkopen. En we hebben samen besloten om toch maar hier iets aan te verbouwen. Ja, we hebben eigenlijk ook al een tijdje ideeën zo van, goh, als dan, waar zouden we nou willen gaan wonen? Oh ja. En als dan heb je het over van als je wat ouder wordt. Ja, en als we samen met z'n tweeën zijn. Je kinderen zijn nou een paar jaartjes de deur uit. Dan begin je erover na te denken. Dan denk ik, ik ben wel eens een keer toe aan wat anders. Want je wilt graag toch op den duur, voor ons lijkt het, een alles gelijk vloers hebben. Dus jullie zijn eigenlijk al een soort voorsprong aan het nemen op eventuele de tijden die gaan komen. Ja. En dan wil je voorbereid zijn. Ja, een stukje comfort wil je. Wij zeggen van, voor onszelf om een beetje meer leefruimte te hebben beneden. Is de keuken en alles is veel te klein. En dan ga je met elkaar zitten en dan ga je een lijstje maken met dit willen we, dat willen we. Wat ik lekker vind is om dan achter in de keuken een beetje een woonkeuken te kunnen creëren. Waar je lekker s'avonds wel kunt gaan lezen. En als de kinderen komen, dat je gezellig daar kunt zitten. Nu is de ruimte te klein. Ja, je kunt er maar met ogen twee mensen aan het aanrecht staan. Zo klein is het. Ja. En we willen heel graag een uitbouw, een halletje. Want nu kom je zo de keuken binnen. Ja. Maar dan een halletje dat je eerst, vooral met slecht weer en zo, dat je daar je schoenen en je jas en alles kwijt kunt. In Eindhoven staat een demonstratiewoning van Stichting Smart Homes. Hier is te zien wat er vandaag de dag mogelijk is op het gebied van slim wonen en domotica. Domotica is het automatiseren van een woning om het comfort en het gemak te verhogen.
Domotica helpt u om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Alles wat hier in de woning is, is vandaag de dag ook verkrijgbaar op de markt. Dat is een voorwaarde voor alle techniek die in de woning komt. Het leuke ervan is dat alles hier samenwerkt in de woning. En bijvoorbeeld daardoor kan je dingen gaan doen zoals, hé, je komt je huis binnen en automatisch gaan je gordijnen open. Je verlichting gaat naar de bepaalde stand waarop je dat wil. En het huis wordt eigenlijk voor jou in een bepaalde, ja, comfortstand gebracht. Ook op het moment dat je gaat slapen, je doet één druk op de knop en vervolgens gaat het huis eigenlijk uit en kan je rustig gaan slapen zonder dat je zelf nog over dingen na hoeft te denken. Dus dan heb ik de tv wel uitgezet of de waterkoker. Dat soort dingen gaan dan allemaal vanzelf bijvoorbeeld uit. Ja, dat zijn allemaal dingen die u zelf kan doen. Zelf op een knop drukken en volgt er actie. Het huis kan ook zelf acties ondernemen afhankelijk van wat u doet. Bijvoorbeeld als u uit bed stapt 's nachts, dan maakt het huis voor u een groen licht richting de badkamer. Een soort van nachtrouteverlichting dat u ziet waar u naartoe loopt. En op die manier kan u gewoon makkelijk naar het toilet lopen zonder over dingen te struikelen. En dat licht is groen omdat groen licht eigenlijk het nachtritme niet beïnvloedt. Dus ook over dat soort dingen zijn dan binnen zo'n woning nagedacht. Gedurende de dag kan er natuurlijk van alles gebeuren. En bijvoorbeeld op het moment dat er iemand voor de deur staat, dan kan het huis u signaleren, bijvoorbeeld met lichtsignalen, geluid, om te laten zien van, hé, er staat iemand voor de deur. U kunt op uw scherm kunt u kijken wie er voor de deur staat. U kunt de deur daarvan uit openen, of misschien wel niet. En op die manier kan je ook heel makkelijk met het huis interactie hebben, zodat het huis ook echt dingen gaat doen die je op dat moment wil. Naast dat we hier dingen laten zien die vandaag de dag dus ook echt mogelijk zijn, doen we ook veel onderzoek om te kijken van wat kan er nou de komende jaren en waar hebben mensen behoefte aan. We zijn bijvoorbeeld bezig met een stukje robotonderzoek om te laten zien van wat kunnen we met robots doen, met apparaten die rondlopen in huis en die mensen kunnen helpen. Nou, dat klinkt gelijk heel erg futuristisch. En we kijken ook naar makkelijkere dingen, zoals bijvoorbeeld wat doet iemand in zo'n huis en hoe vult iemand zijn dag in. En ook als daar veranderingen in optreden, dan kan je daar hele handige signalen uit gaan halen. Bijvoorbeeld, iemand gaat minder snel lopen. Iemand wordt een beetje depressief. Iemand komt zijn bed niet meer uit op tijd. Iemand zijn dag- en nachtritme wordt slechter. En dat soort signalen eigenlijk kunnen heel belangrijk zijn om ook te gaan bepalen wat we voor zo'n persoon moeten gaan doen en wat we kunnen doen. Het is heel moeilijk om een tijdspad te gaan geven. Ik heb een jaar of 10 geleden zelf gezegd, over 5 jaar dan kent iedereen domotica en woningautomatisering. Maar dat blijkt dus ook nog niet zo te zijn. We zien dat de bouwwereld er eigenlijk niet zo op ingesteld is om dit soort dingen te gaan doen, om aan te gaan bieden. De installateur is geen verkoper, dus die gaat niet naar de klant toe. Dus dat zijn allemaal dingen die je tegenhouden. Wat ik wel verwacht is dat vanuit de ICT-hoek, dus bijvoorbeeld de tablets en de telefoons, de smartphones en de aanbieders die in die hoek zitten, grote veranderingen zullen gaan zien die ook richting woningautomatisering gaan. En misschien gaat dat de markt nu wel triggeren. Als u uw droomhuis hebt gevonden, dan wilt u er natuurlijk zo lang mogelijk in blijven wonen. Maar is uw huis daar wel geschikt voor wanneer u ouder bent en minder goed ter been? In Binnenkijken Bij bezoeken we mensen die hun huis al hebben aangepast voor later. Ria Grootonk en haar man vonden hun droomhuis in de buurt van Zwolle. Nou, en dit plekje kenden we gewoon van de fietsen. We kwamen hier gewoon vaak voorbij. En toen was het opeens te koop. En nou, eigenlijk was het ook binnen een week bekeken. Ja, lekker, buitenaf. Alle vrijheid, rust, uitzicht. Je hebt hier heel veel weer. Je hebt storm en de mist en de regen. Ja, de sneeuw, gladheid. Je ervaart eigenlijk het weer veel meer dan wanneer je in de stad woont.
Maar het is vooral de gezelligheid van het buurtje wat we hier samen hebben. Je woont niet echt alleen achteraf, maar het is, we vormen echt een groepje met 4, 5 huizen. Dat is gewoon prettig. Toen we het kochten, viel me dat meteen wel op dat er geen drempels in waren. En dat vond ik meteen heel erg mooi. Het is geen eens een heel groot huis, maar door het drempeloos is, wordt de ene ruimte wel met de andere verbonden. En dat vind ik wel echt heel erg mooi, dus daar ben ik ook wel blij mee dat het zo is. En inderdaad, als je dan wat beperkingen hebt, is het wel fijn dat je geen drempels hebt. Dit is gebouwd echt als oudere kamer, dus een slaapkamer waar het echtpaar wat hiervoor woonde ook sliep, met een badkamer ernaast. Maar we vonden het fijner om boven te slapen. Dus deze kamer is eerst door onze dochter bewoond en daarna door onze zoon, maar ze zijn beide uit huis. Het is misschien wel leuk om gasten te ontvangen, er komen heel veel fietsers en wandelaars hier langs. Maar dat is iets waar we nog over moeten hebben. En die badkamer die was inmiddels al bijna 20 jaar oud. En die was ook echt op. Er was echt zo'n douchecel met die deurtjes die een beetje open bleven staan. Dus dat moest er gewoon uit. Ja, we zeiden al, weet je wat, dan maken we het gewoon meteen mooi strak en glad. En dan is het in principe ook te gebruiken als badkamer. Als we echt slechte benen zijn en de trap niet meer op kunnen. Dus we hebben dat, als je het toch gaat verbouwen, hebben we dat meteen maar gedaan. Wat we gedaan hebben is inderdaad dat je een inloopdouche hebt, dus niet zo'n douchecabine. En wat we tijdens de vakantie in Italië zagen, dat je dan de douchekraan niet onder de douche hebt, maar even een metertje ervoor. Dus als je echt in de problemen bent en je moet op een krukje zitten en afgedoucht worden, dan blijft degene die je dan doucht wel lekker droog. Dat hebben we gezien. En als tweede voordeel daarvan is ook dat die kraan lekker droog blijft, dat die niet voortdurend onder de kalkaanslag komt. Het is op zich dicht bij Hasselt, met de fiets 3,5 kilometer. En via die weg kun je heel mooi naar Zwolle gaan. Nee, je kunt hier heel goed wonen. We hebben nu een auto, we hebben fietsen. Maar in principe is het mogelijk later met de scootmobiel naar Hasselt te rijden. Je ziet het ook heel veel gebeuren. Hoor. Mensen die hier met de scootmobiel voorbij komen om even te kijken, even te zitten. Waarom zou je weggaan? Het is gewoon makkelijk wonen. Als je wat nodig hebt, dan ben je ook dichtbij wat je allemaal wilt. Ik vind het zo'n raar onderwerp, ouder worden, maar daar zie ik geen probleem mee. Nee. Het idee om in een stad te willen wonen, want er is alle hulp dichtbij, dat is maar betrekkelijk. Ik bedoel, zolang je internet hebt, stroom hebt, heb je natuurlijk wel nodig. Hè? En de verwarming die het doet. En buren die ook meehelpen, meedenken, dat is natuurlijk ook van belang. In het kader van Lang zult u wonen cursus kunt maken om een slaapkamer beneden te maken, gaan we eerst bekijken van wat voor mogelijkheden zijn er ook om in de woning iets aan te passen. En je zou kunnen zeggen van iemand die een bouwplan heeft, die kun je advies geven over het comfortabel en veilig wonen. Is het een gezin met kleine kinderen, dan is die extra ruimte op de begane grond makkelijk in te delen als speelkamer of als hobbykamer. En later kun je er een slaapkamer van maken. Kijk, hier is de drempel. Een behoorlijk hoge opstap in de badkamer. Dus dat ik het zo zie dat de vloer vrij glad is. En ook weer een niveauverschil naar het douchegedeelte. Dus ook weer een plaats waar je kunt struikelen. Kijk, die kraan, ik denk dat we dat ook zo niet kunnen laten, want er zit geen één-hendel mengkraan op. Nee, het is geen één-hendel mengkraan. Wat ook niet handig is, is de combinatie dat de kraan bedoeld is voor de wastafel en te douchen. En dan ook de douchekop monteren op een glijstang, zodat je die dus in hoogte kunt verstellen. Het lijkt mij beter dat hij gewoon beneden een slaapkamer krijgt met een badkamer daarbij. Dat lijkt mij ook gezien de investering. Je moet hier zoveel in aanpassen dat de oplossing beneden een betere oplossing is. Wat zijn nu de stappen die jullie moeten gaan zetten? Wat we willen is van gaan naar de bank. En wat heb ik nodig? Wat heb jij nodig? En wat kan ik van je lenen? En dan eventueel kijken van
doen we dat met de aannemers of telken we toch voor een architect? Ja, mijn wens is om daar een architect bij te nemen. Ja. Puur vanwege het technische gedeelte, om met hem dat door te praten, de wensen door te praten, een stuk creativiteit van hem in te krijgen. Ik wil niet zo'n standaard gebeuren hebben. Ja. En wat ik ook graag wil is dat we samen met de architect één lijst maken van dit wordt het, zo gaan we het doen. En we gaan niet zorgen voor nog extra meer kosten die immer onverwacht zijn. Kijk, hier hebben de buren al 2,5 meter uitgebouwd, dus dat is vergunningsvrij. Hier zouden we eigenlijk prima wat uit kunnen bouwen. En dan denken we aan een slaapkamer en een badkamer op de begane grond. Waar je wel rekening mee zou moeten houden straks, is dat nu het niveauverschil, dat je straks het straatwerk en de toegang naar het nieuwe gedeelte bijna niveauverschil nihil maakt. Nu gaat er getekend worden. Daar gaan we nu mee aan de slag en dat wordt de volgende fase eigenlijk. Oké, en dan ga jij er weer overheen met kritisch oog, Hans? Jazeker. Op basis van de tekening gaan we bepalen of afmetingen goed zijn, of de cursus van de materialen juist zijn, dat we daar nog weer nader advies over kunnen geven. Ik kijk er wel naar uit, maar het ziet er ook tegenop. Ja, waar ziet u dan tegenop? Ach, het is een heel gedoe om je heen natuurlijk. Hè? Ja. Ze zijn denk ik wel een paar maanden hier bezig. En daar kom ik ook wel weer overheen. Ja. En dan zie ik de nut er ook wel in. Maar hij kijkt er wel naar uit. Ja. Nou, hij wil ook in de nieuwe kamer tuindeuren. Zodat hij, als het weer als nu is, dat je eventueel wel de deuren open kunt doen, maar niet echt buiten kunt zitten. Dat hij toch wat meer van buiten kan genieten. Ja. Ja, dus dat is toch een verbetering, ook op dat gebied ten opzichte van nu. Ja. Nou, er zijn drie kastanjes van mijn kinderen. En daar is deze boom uitgegroeid. Uw kinderen hebben jaren geleden kastanjes in de grond gestopt. Ja, daar is deze boom uitgekomen. En die haal je niet weg voor een aangepaste woning? Zeker niet. Dus de boom blijft? De boom blijft. Straks gaat het hier allemaal los, dan is de boel veranderd. Wat verwacht u ervan? Ik hoop dat het helemaal goed voor elkaar komt hier. En dat ik een goede slaapkamer krijg. En wat gaat het u brengen, hoopt u? Een hoop gemak. En een stuk plezier. En ik denk dat het ons als kinderen een stuk rust geeft. Dat hij niet elke keer die trap op en af moet. Wat toch wel een gevaar inhoudt zo langzamerhand, denk ik. Wilt u tips voor het aanpassen van uw woning? Ga dan eens naar langzultuwonen.nl en klik door naar het 3D-huis. Hier kunt u ideeën opdoen, bijvoorbeeld in de badkamer. Over ideeën gesproken, we hebben studenten van de AKI Kunstacademie gevraagd over Lang zult u wonen na te denken. Vanaf volgende week presenteren ze in dit programma hun ideeën. Kijk er dus! Volgende week is er weer een nieuwe uitzending van Lang zult u wonen. Vol tips en inspiratie om langer van uw huis te kunnen blijven genieten.